De kerkklok kan weer luiden in Donjum. Donderdagmorgen werd de 765 kilo zware klok weer in de toren gehesen. De klok luiden was lang onmogelijk door de desolate toestand van de toren en een scheur in de luidklok zelf. Het is een nieuwe plaatsen en daar is een nieuw ingelaste klepelklok. Daar gaan straks de klepel weer aan. Het oude was van ijzer en was er helemaal uitgeroest. Ja. De klok en de toren zijn hersteld en binnenkort kan het klokgelui weer over het dorp worden uitgestrooid. Ook de kerk met het prouwgraf van Sikko van Goslinga moet nog een stevige restauratiebeurt hebben.